Is er een magisch woord waarbij jouw hond gegarandeerd terug gaat komen op het moment dat je met de Perfect Recall aan de slag gaat? En dat antwoord is nee. Was het maar zo simpel, dan kon ik heel veel honden en heel veel mensen op een hele simpele manier helpen. Namelijk gewoon een quick fix. Gebruik dit woord, universele wet voor alle honden en ga ervoor. Maar helaas, dat is niet zo. Helaas, van de andere kant ook leuk, want je kan helemaal je eigen woord kiezen. Welk woord gebruik je bij het aanleggen van de Perfect Recall? Welk woord roep je als je hond moet komen? En kan je ook meerdere woorden hebben? Ja, als antwoord op de laatste vraag, ja, je kan meerdere woorden hebben. Ik denk alleen wel, waarom zou je dat doen? Waarom zou je meerdere woorden willen hebben? En je zal elk woord los van elkaar moeten aanleren. Dus het is niet zo dat je één woord aanleert en dan de rest zal die dan ook kennen. Nee, dat is niet zo. Je moet elk woord dan los oefenen, trainen en doen. Dat zou ik dan dus best wel veel werk vinden. Je hebt soms wel dat je per ongeluk woordjes hebt. Denk aan eten, denk aan kaas, denk aan ga je mee plassen. Zo heb je vaak heel veel verschillende woordjes die iets voor je hond betekenen en waar die ja, wel of niet op reageert. Dus dat kan wel zo zijn, maar wil je echt met de Perfect Recall aan de slag? Wil je echt een Perfect Recall woord reflexmatig te intrainen? Dan zou mijn advies altijd zijn om dat met één woord te doen. Wil je later terug, bijvoorbeeld, dat heb ik wel ooit aan de hand gehad, dat iemand met de Perfect Recall aan de slag wilde, maar een vervuilde hier had. En zij had een hele duidelijke wens om uiteindelijk wel weer terug te keren naar het woord hier. Nou, dan is mijn advies, stel nou dat jouw Perfect Recall woord vervuild is, dan staat dat woord eigenlijk in de min 10. Terwijl je wilt naar plus 10, namelijk reflexmatig omdraaien en dat heel zijn speer naar je toe komt. Als jij in de min 10 staat, dan duurt het 20 stappen voordat je in de plus 10 bent. Dus jouw hier duurt 20 stappen. Pak jij een nieuw neutraal woord, staat hij op 0. En dat woord van 0 naar 10 is maar 10 stappen. En dat is gewoon voor jezelf en voor je hond veel leuker trainen. Want je hebt eigenlijk eerder succes tussen haakjes. Je hebt eerder resultaat van je werk. En dat is uiteindelijk wel waarom we met de Perfect Recall aan de slag gaan. Dat we resultaat willen zien. Dat als jij je hond roept die als een speer naar je toe komt en je hem kan aanlijnen. En dat dat ook nog het leukste is voor jullie allebei van de hele wereld om te doen. Dus dat is even met een vervuild woord. Maar het kan wel zo zijn dat je dus kiest voor een nulwoord om eens te oefenen met de Perfect Recall en die naar een 10 te zetten. En als je die op een 10 hebt, dat je het gewoon zo leuk vindt om te doen, en dit doen best wel veel mensen, en dat je daarna zegt, nou, dit lukte mij, dan ga ik nou kijken of ik die hier ook een Perfect Recall woord van kan maken. Ja, en dan zou je twee woorden hebben. Het is wel zo dat je het woord moet onderhouden. Het is niet zo dat je het woord erop zet en dat zit er dan een leven lang op. Nee, je zal daar ja, in de maand, in de weken, in de dag mee moeten oefenen. Maar in de online cursus Perfect Recall leer ik je heel makkelijk hoe je met super simpele, wat je al doet, de wandeling, met het voermoment, in dagelijkse routine dingen, hoe je heel simpel daarin je recall woord fietst, zodat hij zijn waarde blijft behouden. En dan is het eigenlijk op een gegeven moment moeiteloos. Wat ik al continu zeg is, het gaat echt om een way of life. Uiteindelijk weet je niet beter dan dat je die dingen op die manier doet. En je daardoor een heel grote waarde behoudt op je recall woord. En of je dan uiteindelijk teruggaat naar bijvoorbeeld de hier of naar de comfort, of dat je lekker aan de slag blijft gaan met je nieuwe woord, dat is helemaal aan jou. En een recallwoord heeft echt een aantal eisen waar het aan moet voldoen. Het moet vrolijk klinken, je moet het niet boos kunnen zeggen. Je moet eraan denken als je hond roept of je hond wil oversteken. Het is gevaarlijk, het moet dus makkelijk op je tong liggen. Je moet het hard kunnen roepen. Het moet niet te veel lijken op andere woorden, op zijn naam of andere woorden die mogelijk wel vervuild zijn. Nou, en zo heb je een aantal eisen waar je recallwoord aan moet voldoen. Ik heb in de cursus een hele lappenlijst zitten met woorden waar je uit kan kiezen. En nogmaals, wil je dan uiteindelijk terug naar je hier of je comfort? Of nou, net zoals jij altijd naar je hond roept, wat misschien nu vervuild is waarom je deze podcast luistert. Dan kan dat dus gewoon. Maar mijn advies zal ten alle tijde zijn om in eerste instantie een nieuw woord te kiezen.
En heb je hier nou hulp bij nodig? Of zou je het leuk vinden om met de Perfect Recall aan de slag te gaan? Zou ik echt willen aanraden om even op mijn website te kijken. www.movie-academy.nl/perfect-recall. Super handig, super makkelijke URL. Daar kan je alles lezen en kijken. Als je met Perfect Recall Word aan de slag wil en je rond de Perfect Recall wil leren, kan je daar alles lezen en vinden wat de cursus precies inhoudt. En ik zou het super leuk vinden om jou hier rond daarbij te mogen helpen.